misschien even kort voorstellen wie je bent en wat je hier doet vandaag? Ja, tuurlijk. Ik ben Kiona Malinka en ik zet thee en koffie als werk. En ik heb heel veel geluk. Ik mag vandaag jureren in de jury voor de Nederlandse kampioenschappen thee. Dus ja, dat klinkt heel spannend. Wat verwacht je ervan? Heel veel eigenlijk. Ik sta echt letterlijk te popelen om het te gaan proeven. En ik verwacht dat de kandidaten hele lekkere thee gaan bereiden. En daar ook een hele andere invulling weer op gaan geven. Dus ja, ik kan niet wachten om het te gaan proeven. Wat maakt een lekkere thee voor jou nou echt uniek? Als ik iets ruik, wat ik ook in de smaak terugproef. Dus eigenlijk zoek ik altijd een soort balans op. En ja, mijn neus gaat natuurlijk vullen met die lekkere geuren. En als ik dat niet proef, dan krijg ik altijd een kleine teleurstelling. Dus het is een soort belofte, die geur. En als die waar maakt in smaak, ja, dan kan ik letterlijk kippenvel krijgen. Nou, ik ben benieuwd van welke je kippenvel krijgt. Ik ook, ja. En dat kippenvel, ja, dat is natuurlijk wel meteen een puntje erbij. Want als ik kippenvel krijg, dan doet het thee me wat. En dat is waar het om gaat natuurlijk. En thee wordt steeds populairder, ook in heel veel restaurants, door high teas en dat soort dingen. Ja. Wat verwacht jij er de komende tijd nog van? Ik denk dat mensen meer erover willen weten. Eerst was natuurlijk al een trend om de beleving toe te voegen. Maar ik vind eigenlijk dat die beleving gebaseerd moet zijn op kennis. Wat weten we over die thee? Waar komt die vandaan? Hoe gaan we hem zetten? En hoe gaan we hem zo best mogelijk zetten om zo lekker mogelijk de smaak te krijgen? En ik denk dat dat iets wordt, ja, wat heel belangrijk gaat worden. En dat is mooi, want ik vind dat ook heel belangrijk. Dus ik investeer heel veel in kennis. Ik wil ook zoveel mogelijk weten om die thee uiteindelijk zo goed mogelijk te zetten. Dus ik denk kennis de nieuwe trend gaat worden. Dat hoop ik ook stiekem.